Yo, mensen, tof dat jullie kijken naar deze video. Vandaag ga ik mijn emotes met jullie doornemen. Welke emotes ik in mijn locker heb en welke emotes ik überhaupt heb. Laten we beginnen met de gift emote. De Boogie Down. Dan heb ik nog de emote van Legend, van Rick Astley natuurlijk. Never Gonna Give You Up, en oftewel de Never Gonna. Heb ik ook nog in mijn locker staan. Dat is deze emote dus. Best wel leuk. We gaan hem even af laten spelen natuurlijk. Want het is gewoon een legendarische emote. Jawel. En dan heb ik moest schapen en heb ik nog de smooth moves gekregen van Koen als gift. Ja hoor. Dan heb ik nog de Race the Cup ook gift gekregen van Koen. En dan hebben we ook nog de Springy, de tier 98 emote van de Battle Pass van vorig seizoen. En die gaan we zo meteen afspelen. De Baker emote is nu klaar. En dan hebben we de Springy. Dan hebben we de Gamma Overload. Transform into a shield with the build in Hulkin Oude Emote. Want dit is Jennifer Walters en nou is de Sea Hulk. Dan hebben we de Planetary Vibe, de tier 84 emote van de Battle Pass van vorig seizoen. Dit was van deze seizoen geleden. Tier 98 en dit is van vorig seizoen. Deze duurt best lang. Ik ben ook gewoon stil. Ik vind dit op zich geen leuke emote, maar ja, ik krijg hem van de Battle Pass, dus ja. Oké, dat was hem. Dan gaan we door naar de Trapshot emote, oftewel de Villain Janty. Waar je mee kan lopen, de Tippy Tap waar je ook mee kan lopen. De Pandemonium. De Focus, dat heb ik gegift gekregen van Mike. Dan gaan we door naar de emotes. De Air Shader van vorig seizoen in het begin. De Battle Pass emote. En dit, de Tip Tap is ook een Battle Pass emote van vorig seizoen. De Default Dance. Moet ik daar dan wel wat. De Grabby, die heb ik gewoon gekocht omdat ik dat leuk vond om te kopen. De Beep Beep. De Coin Flip is ook een Battle Pass emote van twee seizoenen geleden, dacht ik. Van het Midas seizoen. En de Springy is ook van het Midas seizoen. Dit is de Behoid. Dit is de Call Me. Dit is de Dynamic Shuffle. Heb ik ook gekocht. Omdat dit een iconische emote is en ik vond hem leuk toen destijds. De introducing, die heb ik gekregen door gratis iets te downloaden van PlayStation.
Zo'n pack. De deep tap. Oh nee, de gentleman's dab. Met een wijf kan gewoon de have a seat. De facepalm heb ik ook per ongeluk een keer gegift gekregen van Koen. Dus dat is al 12.4 bucks dat je krijgt. De golfclap. De flipping away. Die app is volgens mij van de Battle Pass van... vorig seizoen of dit seizoen zelfs denk ik. De Get Loose heb ik een keer gekocht omdat ik het leuk vond om te doen. De Jubilinton heb ik ook een keer gekocht. De Race Cup hebben we gehad. De No Sweat heb ik ook een keer gekocht. De Rage heb je gekregen door de challenges van het maaiseizoen. Dan kon je een keer een emote krijgen. En ja, daar is de Rage van de Key Up. Is ook van vorig seizoen, dacht ik. Of begin dit seizoen, ik weet het niet. Volgens mij vorig seizoen. En volgens mij is de flip in OE ook van het vorig seizoen. Ja, ze zijn allemaal van het Aquaman seizoen. Deze hebben we ook gehad. Planetary Vibe. De Never Gonna hebben we gehad. De Bowser Klaus is van de Battle Pass van het Mario seizoen. We hebben de Regal Wave. We hebben de Smooth Moves hebben we gehad. We hebben de Salute. We hebben de Slow Clap hebben we nog niet gehad. We hebben de Rust and Stumps Update gekocht tijdens de Star Wars dingen in de itemshop. Ik deed altijd duimpje omhoog, dus vind ik leuk. Sardustel heb ik ook een keer gekocht. De Rest, de Peace. En het scorebord gaat net zo lang door totdat we de 10 hebben. Deze heb ik een keer gekocht om mensen de emotes te raten of voor wedstrijden of zo. Vond ik leuk. Of iemand wedstrijden. De So Square is ook van vorig seizoen, dacht ik. Van het Aquaman seizoen. Of ik zeg altijd de VAR. De Furf is een gratis emote die je hebt gekregen door een bepaalde tijd in Fortnite in te loggen. Door in een bepaalde tijd in te loggen. Team Tomato heb ik ook een keer gekregen. De Stormy is ook van vorig seizoen. Van het Aquaman seizoen, dacht ik. Spring hebben we al gehad. Hebben we de kaart. Hebben we deze. Van allemaal van dit seizoen. Of die ook wel. Hebben we deze. Hebben we dit. Hebben we dus. Die hebben we al gehad. Die is van de maartseizoen ook. Deze van dit seizoen. De kat, maar het seizoen, dit seizoen, maar het seizoen, weet ik niet, weet ik ook niet waar wanneer is, weet ik ook niet waar wanneer is, weet ik ook niet waar wanneer is, weet ik ook niet waar wanneer is. En hashtag 1. En dat was het met alle emotes. Gaan we even door naar een andere skin, naar Thor. Want Thor heeft ook nog een eigen emote. Thor. En dat is deze. De God of Thunder. En ik vind die wel weer mooi geweest om Jennifer Walters aan te trekken. Jawel. Dat was voor deze video. Ik hoop dat je genoten van deze video. Blijf maar gelijk om niet bij de tijd als je geabonneerd bent. Zoals altijd mensen houden, de ballen, de groeten en jou. Woehoe.